Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Colin. En vandaag gaan we iets doen waar ik een beetje op voorbereid. Het is een chef station. Shit, verkeerde tabblad. De chef station. Hierin kan ik kibbel maken voor de beste. Taming mechanic ever. Shit, heb ik nog plek? Weet je, dit is het eerste wat ik boven ga plaatsen. Zoals je ziet, is het een konk plaatje. Staat hier recht? Ja. Yeah. Pretty much. Ook het verbaast me dat deze dingen aanstaan terwijl ik hem net heb geplaatst. Maar goed, wat kan ik er uitkrijgen? Ontiegelijk veel. En dit is het kibbel. De kibbel voor alles. Vegetable cake. Echt alles. Nou, ik wil vandaag een trike gaan temmen. En zoals jullie zien, die 15 amber heb ik gekregen door het rapen van stenen. 300 stenen. Nou, ik hoef voorlopig geen steen meer te verzamelen. Ik ben hier bijna een uur mee bezig geweest. Om dit voor elkaar te krijgen. Fuck that shit. Die steen. Dat steen drop ik in mijn smithy. Ja, ik kan een gear barrel maken. Dat zien jullie goed. Als ik 500 hout heb. 80 metal. Kan ik bier maken. Ik weet niet waarom ik dat zou willen, maar even opzoeken. Welke kibbel lust een trike? Ark trike. Schrijf ik het ook nog even. Triceratops, dat was hem. Welke kibbel eet hij? Carno. Oh, maar dat is niet zo dat is niet zo lastig te krijgen. Ik heb een goede boog. Nu alleen nog een hoog level trike. Dang it. Denk ik gelukt te hebben is het een. Of ik kan ook van een stegel gaan. Die zijn op zich ook wel goed in de berries verzamelen. Alleen ik weet niet welke kibbel ze nemen. Level 30. Even opzoeken. Kibbel, kibbel, kibbel. Nee, ik wil hem op Engels hebben, want dat is tenminste goed. En fatsoenlijk. Sarco, dat was het. Krokodillen. Wacht eens even.
Dododex. Ben zo terug. Stego. Stegosaurus. Level 30. Negentien kibbel. Voor een level 30? Laten we even kijken of er een minder hoge is. Oké, ik heb hier een level 20 gevonden. Dat lijkt me wel voldoende. Oké, ik zie nu even niks. Dat is een ziek idee. Nice. Ik hoef niet zo'n hoog level te hebben. Als ik maar genoeg kibbel ervoor heb. Ik zie jullie zo als ik bij de stego weer ben. Oké, hij heeft 15 kibbel nodig van de Sarko. Sarko. Naast T-Rex, ouwe. Nou ja, ik ga weer naar de stego. Ik zie jullie tot over een seconde. Hij is lekker aan het choppen. Hij heeft nu al 3 kibbel op. Negen levels. Erbij. Komt uit op een level 29. Ik heb mijn Pteranodon meegenomen, want ja, hij heeft de beste weight. F1999. Oh ja, ondertussen heb ik ook bijna 400 Silica Pearls gefarmd.
Hou die Dodo Ducks heeft niet gelijk. Ik zweer het je. Laten we ondertussen even kijken naar de stats. Health is goed. Stamina ligt een beetje aan de laagkant. Oxygen helemaal laag. Weight niet zo slecht. Niet slecht. Damage. Ja, is wel goed. Movement speed ruk. Turbidity 1000. Mooi. Precies als het tegen ons zou moeten wezen. Jammer dat ik nog geen stegozadel kan maken. Oh, jawel. Dat kan ik wel. Wat zeg ik nou? What am I an idiot? Heb ik nog hide en hout voor nodig? Nou, als het goed is, had ik nog ergens een pola liggen. Ja, hier. Nee, dat is een level 130. Grappig! Ik zie jullie zo wel weer. Wat zit? Hij is gekalmeerd. Auw, ik schrok me de tyfus. Konden ze niet even zeggen. Voordat ze gelijk die muziek in mijn oren gooien. Kom man. K.O. Het. Oh, hij is getemd. Nou, dan zetten we hem gelijk even op passive. Voordat hij weer iets aangevallen. Dit beest kan ik wel even pimpen. Het. Ben ik goed qua height? Ja. En de last ingredient voor een... Een zadeltje. Is hout. Stego saddle. Let's go. Hier heb je lekker. Dus die... Dododex heeft niet gelijk. Nou, dan eten we dat gelijk even op. Dan refill ik even de... Het beest. Dat ding. Ja, best goed. In tijd verzamelen. Ook al had ik dat niet echt nodig hoor. Het.
Is hij ook een goede fighter? En daarvoor tem ik hem. Dat is level 10. Problem. Doet op korte termijn wel goede damage. Hier, jij mag me even volgen. Dan gaan we even naar huis en daar ga ik de video even afsluiten. Ik moet zeggen, deze video is lekker verlopen. Zo zie je maar weer, het internet heeft niet altijd gelijk. En stop maar. Dan ga ik deze Pteranodons nog even opruimen. En dan denk ik dat ik morgen volgende week even ga breeden. Net zoals vorige aflevering. Het. Jij moet me even volgen, want je hebt geen zadel. Dang it. En stop. Ga zitten, jij hond. Ik heb nog meer doen. Nou, dicht die deur. Daar wil ik het dan bij afsluiten, jongens. Vandaag hebben we veel gedaan. Tenminste, ik. Bedankt voor het drukken op die bel. Mocht je deze video leuk gevonden hebben, beloon dat even met een duimpje omhoog. En ik zie jullie in de volgende aflevering.